Dan iets heel anders, jongens. Want op zo'n 2000 kilometer is nog steeds een oorlog gaande. Het is vandaag precies een jaar geleden dat Oekraïne werd binnengevallen door de Russen. Een jaar na het begin van de strijd heeft de snelle militaire operatie plaatsgemaakt voor een loopgravenoorlog. So it was a bit extreme at first, but then you get accustomed to it. De oorlog heeft het dagelijks leven van miljoenen Oekraïners ingrijpend veranderd. Все хотят мира. En voor een Oekraïense soldaat zit een vakantie er niet in. The only chance to get rest for a month or two is to get wounded. Verder weg van het front gaat voor veel Oekraïense burgers het leven gewoon door. I think the Kyiv is coming back to life. Grote verschillen in een land in oorlog. Hoe is het leven nu in Oekraïne? Ja, het is een jaar geleden alweer, Lev. Hoe heb jij geslapen vannacht? Nou, bijna niet. Ik heb denk ik 3-4 uur geslapen. Het was echt lastig om in slaap te komen, maar... Ja, goed, weet je, dan spreek je ook met mensen 's ochtends. En je herinnert heel veel dingen die als gisteren plaats hebben gevonden. En dat vond ik echt lastig, omdat je dan heel veel herinneringen naar boven haalt. Ja. En het leven gaat inderdaad door als je merkt hoe men zich herpakt en hoe mensen aanpassen aan huidige omstandigheden. Maar je merkt ook dat het inderdaad een paar honderd kilometer verderop wordt letterlijk bizar, hè? Leven zo dichtbij. Ja. En als je dan wakker ligt. Waar denk je dan aan het afgelopen jaar? Denk je aan die beelden die we net zagen? Nou, ook aan vrienden van mij die ook heel vaak hebben bizarre beelden gestuurd. Dat zie je ook niet zo vaak in Nederlandse media, waar kinderen worden min of meer gemarteld of die mogen dan niet naar buiten komen. En daar schrik je van. En daar denk ik aan heel vaak. Maar goed, daar word ik ook sterker van, omdat ik weet dat Oekraïne is niet gevallen. En ik merk dat Oekraïne heeft zich afgelopen tijd heel sterk laten zien dat niet zo makkelijk is om het land te verwoesten eigenlijk. Ja, vandaag staat de hele wereld erbij stil. Hè. In Parijs was de Eiffeltoren geel met blauw. Dat lijkt me heel fijn. Maar soms na een tijdje verslapt de aandacht ook weer. Ja, klopt. Maar van de andere kant, ik merk wel dat het... Ik had veel eerder verwacht dat de mensen zouden afkeer krijgen tegen oorlog en zeggen, ja, we hebben geen zin meer in oorlog. Maar zoals vandaag in Amsterdam hebben mensen gedemonstreerd. En alle steden waar je ziet, in Londen of in New York, zie je heel veel mensen die nog steeds aandacht aan schenken. En dat is wel fijn, want ja, dit kunnen wij niet zomaar laten gaan. En we kunnen niet Rusland laten winnen. En eigenlijk Poetins Rusland niet laten winnen, want daar gaat het om. Ja. En ik ben super blij dat men in Nederland nog steeds zich inzet voor Oekraïnse mensen. Ja. Hoe houdt die oorlog jou bezig, Royce? Natuurlijk, je volgt het wel. Maar ook ik moet inderdaad bij mezelf constateren dat na een jaar... toch inderdaad, het komt minder op het nieuws. Het heeft minder, toch net iets minder je aandacht. En dat vind ik heel erg om bij mezelf te constateren. Dus ik vroeg me inderdaad eigenlijk ook af... wat kan je gewoon als Nederlander doen om de mensen in Oekraïne te helpen? Is dat doneren? Andere dingen? Je hebt ticht natuurlijk van verschillende initiatieven. We hebben eentje opgestart met generatoren inzamelen. Want het is nog steeds koud in Oekraïne. En je merkt dat heel veel mensen letterlijk bevriezen daar. En ik denk dat wel primaire taak voor ons is mensen te voorzien van hele basale dingen. Zoals elektriciteit, waardoor je kan normaal douchen of eten koken. Dus we hebben afgelopen tijd heel veel generatoren ingezameld. Ik denk rond 180. Die zijn allemaal naar Oekraïne gegaan. Meer dan 500.000 opgehaald, hè? Ja. Dus daar ben ik super trots op dat wij samen met Victoria, met mijn vrouw, dat hebben gedaan. En samen met onze stichting hebben wij heel veel positieve dingen gedaan. Zoals kinderen hierheen halen. En, en die mensen daar zoveel mogelijk helpen. Dus als mensen denken nog steeds... Ja, kunnen wij nog iets doen? Graag, graag. Wij willen nog meer generatoren halen. Politiek gezien, alle maatregelen die er worden genomen... Het voelt af en toe ook een beetje als een wassen neus. Nou ja, het is geen wassen neus. Het is natuurlijk wel iets wat moet gebeuren. Maar het hele bizarre is natuurlijk van... wie had kunnen denken dat we in 2022, 2023... dat er iemand is die risk gaat spelen, maar dan in het echt... Dat die gewoon landjepik wil doen. Ik hoorde van de week hoeveel honderden raketten er zijn afgeschoten op Oekraïne. Hoeveel honderden luchtaanvallen er zijn geweest. Als je die aantallen hoort, als dat op Nederland was geweest... was heel Nederland plat geweest. Hè? Het is dat Oekraïne zo groot is en dat ze zo moedig staande houden. Maar het kan niet zo zijn dat deze dictator deze oorlog wint. Want al is het maar omdat het heel dichtbij is
en we daarna zelf aan de beurt zijn. Hè? Want dan heb je de Baltische Staten, dan heb je Polen. Een agressor moet je tegenhouden. Als we nou iets moeten leren uit de geschiedenis, is dat we dat moeten doen. Hoe kan je die tegenhouden? Nou ja, door het land te steunen, vooral militair. Maar goed, hij eenzijdig dat nucleaire verdrag op en dan... Ja, wordt alleen maar erger. Nou, dat is doodeng natuurlijk. Ja. En dan kan je nog denken van, nou ja, zo'n vaart zal het niet lopen. Maar dat dachten we vorig jaar ook. En hij heeft dat niet opgegeven. Hij heeft natuurlijk wel stilgezet. En eigenlijk betekent dat niks. Het is een hele mooie woord. En eigenlijk zijn speech was gewoon echt een mooiste voorbeeld van propaganda. Ja. Hoe je mensenbrein echt daadwerkelijk was. Ja, echt genoot vertelde gisteren ook dat hij Goebbels zelfs aanhaalde. Absoluut. Daarin. En dat is wel ode aan hun speechwriter. Ja. Hoe zij dat kunnen schrijven, het is gewoon copy-paste van Goebbels. Ja. Maar goed, om in jouw termen terug te komen. Inderdaad, dat heeft wel lang geduurd totdat Nederlandse politieke establishment bijgedraaid heeft. Maar ik denk dat als je ziet, en Mark Rutte en Hoekstra, toen zij in Oekraïne waren, hebben ze gezegd, wij moeten helpen, want anders gaan onze normen en waarden... Ja, Rutte heeft heel duidelijk gezegd, deze oorlog is ook onze oorlog. En zo zie ik het ook. Lef, je hebt een zoontje van 6. Ja. Wat zeg jij tegen hem als jullie over de oorlog praten? Hoe gaat dat? Ja, het is heel lastig, want het is, hij denkt natuurlijk heel simpel. Net als jouw zoontje waarschijnlijk. Dan denkt hij waarschijnlijk van, maar waarom stopt oorlog? En hij letterlijk stelt die vraag aan mij, papa, waarom stopt oorlog morgen niet? Kunnen wij dat niet stoppen? En ja, dan zit ik bijna met tranen in mijn ogen naar hem te kijken en ik probeer een perspectief te geven. Ik zeg, ja, dat komt allemaal wel goed. Alleen binnenin weet ik dat heel lang kan duren. En hij wordt gewoon boos dat hij zijn vriendjes niet in Oekraïne kan zien. En ja, daar heb ik zoveel pijn van. Dan breek je hart. Absoluut, ja. Omdat ik zelf perspectief niet kan geven. Ik probeer positief te blijven, alleen... Hij is nog heel jong, hè? Maar stel, hij wil straks naar het front. Zou je dan trots zijn of zou je zeggen, niet doen, jongen? Ja, dat is lastig. Ja, dan zou ik... ik zou hem wel heel veel uitleggen, maar ik zou hem niet kunnen stoppen, nee. Net als heel veel kinderen die ik spreek hier, ze zijn heel erg boos op Poetin. Het is niet alleen maar Poetin één persoon, maar het is een collectieve Russische regime eigenlijk. Ja. En die zijn gewoon letterlijk boos op hem. Die schreeuwen hele rare dingen, omdat hun ouders zijn kapot doodgegaan. De kinderen die wij hier halen, die zien niet verder dan dit. En dat is echt, echt pijnlijk. Ja. Je zei het net al even, het leven in Oekraïne gaat door, hè? Aan de Oostfront wordt er keihard gevochten. Meer in het westen, in Lviv, in Kiev, gaan mensen alweer uit eten. Vandaag ook weer, hè? We gaan zo weer door met voetbal. Hoe voelt dat voor jou, de lach en de traan zo dicht bij elkaar liggen? Het is heel erg surrealistisch. Ik weet je, dat woord gebruik ik heel vaak, omdat ik merk dat ik van de ene kant met mijn zoontje ga spelen, ijsje eten en chocolaatje pakken. Maar van de andere kant bel ik met de vrienden van mij die letterlijk in de modder zitten met temperaturen van min 2, min 3, min 4. En dan merk ik wel dat zij echt behoefte hebben aan steun. Dus daarom kan ik niet stoppen met onze acties bijvoorbeeld om mensen in Oekraïne te helpen. Het is heel erg dubbel, want je merkt dat wij met z'n allen inderdaad vergeten wat de prijs van oorlog is. En die moeten wij niet verliezen, want daar gaan alle onze normen en waarden naar de kloten. Helder, jongen. Maar hier zie je dus ook weer hoe ongelooflijk belangrijk communicatie is. Eén, om ervoor te zorgen dat in het buitenland, wat wij dan nu zijn, om die oorlog op de kaart te houden. Maar je ziet dus ook wat er gebeurt op het moment dat de mediakanalen en de communicatielijnen niet meer te vertrouwen zijn. Want waarom? Je zou zeggen, waarom staat niet heel Rusland op om te zeggen van rot op met deze oorlog, want hier hebben we niks mee te maken. Het zijn onze vrienden. Maar ja, als je geen informatie krijgt... Als je niet beter weet, maar dan kan je bijna niks van voorstellen. Precies. Ja. Alle media is alleen maar pro-Russisch. En dat is wel heel lastig. Ja. En wat vind je van dat zo'n bedrijf als Heineken... Hè, van een heleboel westerse bedrijven trekken zich terug uit Rusland... om zich solidair eigenlijk te verklaren ook met Oekraïne... en om afstand te doen eigenlijk van die oorlog. Dat zo'n Heineken eigenlijk juist in het gat springt. Ik vind dat echt bizar natuurlijk. Ja. En verbazendwekkend dat Nederlandse bedrijven... zijn nog meerdere bedrijven die nog steeds in Rusland werken. En die gebruiken letterlijk smoesjes... om in Rusland te blijven. Ik vind letterlijk dat zij, als mensen nu van Heineken kijken, zij hebben gewoon bloed aan hun handen.
letterlijk omdat zij bijdragen aan de economie van Rusland. Ik word gewoon zo emotioneel van, serieus. Ja. En ik denk dat wij met z'n allen vanuit onze maatschappij kunnen zeggen... dit kan niet. Je kan niet polderen, je kan niet zo wegkijken. Ja, goede vraag. Met permissie, Lef...